Breda Nu. Nou, ik sta hier bij de assistent stationsmanager van station Breda. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt, het is een mond vol. Ja, inderdaad. Wat houdt het precies in? In principe ben ik het visitekaartje onder andere van de NS. Mm-hmm. En ik probeer het station aan te sturen op schoon, heel en veilig. En dat houdt in dat ik eigenlijk wil dat de mensen hier zo'n prettig mogelijk verblijf hebben op het station. Mm-hmm. Dat het station dus schoon is, dat er geen gebreken zijn, dat ze zich veilig voelen. En dat ze op zo'n prettige manier van A naar B kunnen reizen. Heel gevarieerd werk, zo te horen. Ja. En wat ga ik vandaag allemaal doen? Nou, ga lekker met mij meelopen. We gaan zien wat we tegenkomen. En wie weet hebben we nog wel wat leuks voor je in petto. Want je wilde tenslotte hier komen om mee te werken. Ja, ja. Dus laat het maar lekker over je heen komen, zou ik zeggen. Ja, nou, we gaan het zien. Ja. Wat gaan we doen? Wij gaan nu een minder valide in de trein zitten. Mevrouw die hulp nodig heeft om met de trein te reizen. Door middel van deze brug gaan wij de mevrouw de trein in begeleiden. We zijn in elk geval op tijd. We zijn op tijd. De trein, weet je ook nog welke richting dat die gaat? Tilburg. Ja, dat is mooi. Eindhoven, via Tilburg. Juist. De Intercity. Ja, ja, het staat daar, hoor. Die kant. Die mensen, alvast opdracht geven om naar de andere deur te gaan. We willen misschien naar een andere deur gaan, want we gaan iemand in een rolstoel hier binnen laten. Ja, een beetje aan de kant, zodat de mensen uit kunnen stappen. Ik heb ze goed weggejaagd, hè? Ja, helemaal goed. En je wilde meewerken, ik zeg je aan het werk, hè? Ja, ja, dat is wel aan het werk. Ja, dat bedoel ik. Eens even netjes wachten tot iedereen is uitgestapt. Ja, inderdaad. Dus je moet zorgen dat de trein op tijd kan vertrekken zodra je klaar bent. Anders hebben ze vertraging natuurlijk. Ja, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben, dat klopt. Wat gaan we nu doen? Ik ga het proces afronden. Dat is wel handig dat jullie een eigen systeem hebben daarvoor. En op deze manier kunnen mijn collega's ook precies lezen waar ze die mensen moeten helpen om uit de trein te halen. En nu zijn we in principe klaar met... Nou, mijn eerste werkzaamheden zitten erop. Ja, je hebt goed gedaan. Oh, dankjewel. Ja, ik heb niet veel gedaan hoor. Mag je de brug terugrijden? We gaan de brug terugrijden, ja. Kan ik er iets mee helpen? Ja, hoe laat vertrekt de trein naar Gilserijen? Ik ga even voor je opzoeken. Even wachten hoor. Die vertrekt om 20:23 vanaf spoor 6. Welke trein is dat? Hij gaat naar Gilserijen en richting Nijmegen, de NS Sprinter. Duidelijk, van spoor 6. Als je daar bent tot 2023, dan kun je hem niet mis. Ja, is goed, dank u wel. Super. En jij bent hoofdschoonmaker? Nee, geen hoofd, gewoon, gewoon medewerker. Medewerker. Hoe is dat om op het station schoon te maken? Leuk. Ja, ja. Je moet wel natuurlijk even goed helpen, hè, dat we hem een beetje werk uit de handen geven. Hè. Hoe vind je hem? Prachtig. Ja? Hij blinkt als een maneschijn. Hij hoeft niet overnieuw? Nee. Daar ben ik blij om. Goed zo. Ik wens jou nog heel veel succes vanavond. Geef ik jou de zwabbel weer. Oké. Succes. Jullie ook succes, hè? Ik sta bij Gijs. En Gijs, jij bent van de fietsenstalling. Inderdaad. En wat ben je hier om laten doen de hele dag? Nou, ik zorg voor de klanten en voor een goede doorstroming. En voor de OV-fiets. Pak maar even een andere scanner erbij. Ik pak de scanner erbij. Zoals je ziet hebben we hier twee tabbladen. Deze is voor de OV-fiets. Er komen nu twee klanten aan. Ja. Er moet eerst op uitgeven gedrukt worden. Dan de OV-kaart gescand en vervolgens aan de sleutel gescand. Bliepje hier, bliepje daar. Ja, dank je. Dat is hem goed. Fijne avond. Heeft u lekker gefietst? Ik heb heerlijk gefietst, ja. Mooi zo. Fijne fietsjes, hè? Het zijn super fietsjes, ja. Joh. Ik doe elke week wel 2 of 3 keer lenings, hè. Echt? Oh, dat is fijn. Ja, iedere keer een ander, hè. Want dezelfde lukt niet, hè. Nee. Moet ik nou ook de kaart scannen? Alleen de sleutel. Kijk, hij is goed. Mooi. Nou, succes, bedankt, jongen. Mijn werkdag zit erop. Hoe vond je dat ik het deed? Nou, ik vond het waanzinnig leuk dat jullie hier waren en heel erg leuk dat je hebt meegekeken. Zo zie je ook dat het station veel meer is dan zomaar met een trein meegaan van A naar B. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik zou zeggen, je bent van harte welkom hier en mocht je een andere carrière zoeken, kijk eens op www.werkenbijns.nl. Gaan we doen. Yo, de groetjes. Breda Nu.